dit ogenblik ben ik een nieuwe thriller aan het schrijven. Iets vreedbeestigs, echt fucking trashpunkbeestig. Want we zien een gast die echt zomaar een meisje vermoord op straat. Echt zomaar. Paf. Volledig uit het niets. En het is echt mega trashbeestig, want voor meer dan 100 pagina's zien we hoe hij haar vermoordt. En die scène duurt voor stukken van mensen. Zeker omdat dat meisje moeite heeft om dood te gaan. En hop, die gast, die eet een stuk van haar maag op. En hij zet de rest van haar maag op zijn hoofd als een muts. En dan, voor de volgende 20 pagina's, dan zien we hem door de stad lopen, reep rap, met zijn muts op. Mijn boek is eigenlijk, als je het zo bekijkt, een grote stadsroman. En een liefdesroman. Dat is dus het eerste hoofdstuk. De titel ervan is Appetizer. Brr. En dan, daar, op dat ogenblik, bam, hoofdstuk 2. Begint daar plots, zonder aankondiging, zien we die gast van het verhaal goedhartig. Er is niks aan de hand. Gekleed als een bureaucraat. En hij komt aan bij de ingang van een metrostation. En dan in het boek, moet ik eerlijk zeggen, die scène waar de gast aankomt bij de ingang van dat station. Wel, dat is echt een sleutelscène in het verhaal. Ik heb ook serieus aan die scène gewerkt om die goed te krijgen. Ze duurt niet zo lang, maximum 8 pagina's. Maar ze is echt ongelooflijk goed beschreven, want je ziet, het speelt zich al in de winter, je ziet de zon opkomen op hetzelfde ogenblik dat de gast neerdaalt in de ingang van de metro. Wanneer hij beneden aan de trap van het metrostation komt, ziet hij een bureaucraat, een ongelooflijk schone vrouw. Ze zou zo uit een reclamespot kunnen komen. En dan volgt er in mijn boek een beschrijving van haar, van ongeveer 15 pagina's. En die gast begint beleefd, respectvol. Beleefd, respectvol met haar te praten. Ze praten over het bureauwerk, terwijl ze naar de metrohalte wandelen.
En ze wandelen en praten en wandelen en ze wandelen en praten en ze wandelen en ze wandelen en praten en wandelen van de vrouw te planten. In die tijd dat ze daar met z'n tweeën op de metrosporen lagen. Maar de vrouw is volledig in kipkap.
kaak is lelijk geplet. Ze kan niet meer praten. Haar armen hangen stukken van heen. Haar binnen in oog. Ze is helemaal verminkt. Dus kunnen we ons maar inbeelden. Dat ze nu geen goesting heeft om voor de kleine te zorgen. In hoofdstuk 5 neemt hij op het kind en neemt het kind mee naar huis. Hij richt een kinderkamer in en hij draagt zorg voor het kind. Voor wel minstens 60 pagina's. Tot later in het boek. Later zien we hoe hij terugkeert naar het ziekenhuis om nog wat zaadcellen in de eicel van de vrouw te planten. Die dan weer wat later in het verhaal bevalt en zo verder. Zo gaat het verder voor tientallen en tientallen pagina's. Tientallen en tientallen pagina's. Het gaat verder en verder en in hoofdstuk 6 getiteld De Goede Huisvader. Wel? Wat er dan gebeurd is, dat er een gast, die heeft al een heel pak kinderen rond hem. Hij heeft een heel pak kinderen rond hem. Hij is er neurotisch opgericht om kinderen te maken. Op dat ogenblik zien we in dat hij in zijn hoofd wel een soort ideaal heeft. Een soort totaalvisioen dat eruit bestaat dat één spermatozoïde gelijk is aan één kind. In hoofdstuk 7
de gast nog altijd in zijn huis. Met zijn nog altijd aangroeiende massa. Kinderen die eigenlijk zijn romanspersonages zijn. En hij valt in slaap tussen zijn romanpersonages. Die trouwens ook voor hem zorgen. Hij heeft nog altijd last van dat metro-ongeluk. En hij zegt tegen zichzelf, vanuit een mentale mist die ik echt met zorg beschrijf, op een verrassend hyperrealistische manier, hij zegt juist voor hij in slaap valt tegen zichzelf, verdomme, het is hier goed. En het is op dat ogenblik dat alles omslaat. Want hij neemt een dochter en hij stoot zijn zaad in haar. En voor een groot deel van het boek, dat om eerlijk te zijn het meest authentiek seksuele deel van het boek is, zien we hoe hij zijn zaad stoot en stoot en stoot in vele andere romanpersonages. Hij bevrucht zijn romanpersonages. Hij bevrucht er en bevrucht er nog. En vervolgens beginnen de andere mannelijke personages, ook de vrouwelijke personages, te bevruchten. En dat voor een beestig lange tijd. Het is echt erg, erg seksueel. En dan komen we aan hoofdstuk 8. Er beginnen al zoveel lichamen in het romanhuis van de gasten. Die zich openen. De romanpersonages komen de hele tijd klaar. Van zodra ze een minuutje tijd hebben, vrijen ze en maken ze kinderen. Voor heel de duur van het 8e hoofdstuk. En het duurt echt ongelooflijk lang. Het einde van het boek is experimenteren. Want die gast zegt tegen zijn romanspersonages, voor het einde van de roman stel ik een scène voor waarin ik onthoofd zou worden, maar
zodat mijn hoofd onmiddellijk de lucht in vliegt. Aan hoge snelheid. Want het is geweten dat de hoofden van onthoofden nog een tijd dingen blijven zien en denken na het afsnijden. En hij legt eruit. Ik zou de plek van mijn dood willen zien. Maar vanuit de lucht. En ik zou mijn bloot lijf willen zien. Dat nog enkele seconden loopt en dan neerstort. Alles vanuit de lucht. En hij legt hem dat uit. De hele opstelling. En tijdens het hele einde van hoofdstuk 10, 9, zien we hoe de romanpersonages zich kleden met de pens van overleden personages en de stad ingaan op zoek naar een team van wetenschappers die instemmen om een oplossing, om een opstelling technisch uit te werken die in staat is om het hoofd van die gast van het verhaal eraf te hakken terwijl hij in zijn blote rondloopt, waardoor zijn hoofd lucht invliegt en dan terug. Enkele minuten later, uit de lucht, midden in het publiek van romanspersonages valt.